Olivia heeft overigens ook een nieuwe hobby. Dat is wc-papier uitrollen. Heel erg leuk, Olivia. Wauw. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en ik ben met Sander in de auto. We zijn in de bergen! Het is zo mooi. Echt niet te doen. En nou, sorry, deze. Kijk, sorry. Ik vind dus in de bergen rijden. Kijk. Dit is echt niet normaal. Kijk, dit is maar echt ziek. Ziek. Zwitserland is ook zo mooi. En in de herfst. Ik kom alleen maar, natuurlijk, logischerwijze, denk ik, in Zwitserland om te skiën, weet je wel. Maar dit in de herfst naar Zwitserland is echt mooi. Fantastisch. Niet normaal. Wil ik volgend jaar weer doen. Het is gewoon echt, ja, it's just beautiful. It's just beautiful. It's like the opposite of the Netherlands. Zo mooi, kijk dan. Noor, weet je wat ook zo tof is? Ja, dat, zeg maar, het is gewoon een donderdag in november. Ja. En dan is hier gewoon niemand. Nee, dat is echt top. Want dit is een van de hele toffe trekpleisters van Zwitserland. We zijn de enige hier. Oh, kijk, kerstboom op de grond. Oh, je komt laag in de schuur. Heb je haast? Ja. Wat is er dan? We moeten hier over 20 minuten weg zijn. Oh, wat dan? We hebben een afspraak. Hebben we een afspraak? Uit het hotel. Oh jee. Oh jeetje. Zo mooi hier. We hadden hier echt 10 dagen heen moeten. Met kids? Ja. Nou, doen we dat toch de volgende keer? Ja. Wat wel zo is... Ik had hier echt wel 2 weken rond willen rijden. Ja. Wat wel zo is... Ja. Is dat Zwitserland heel duur is. Ja, dat is waar. En dat komt door het feit... Goed uitpuzzeld, kan je natuurlijk het zo duur of goedkoop maken. Als je zoveel wilt. Ja, maar die is... Wat vervelend is dat die Zwitserse frank zo hoog staat. Ja. Een soort waterval. Ja. Ik hoor hem ook. Maar ik weet niet of het hier is. Oh. Maar het ziet er gewoon rechtdoor en dan is het dan daar toch gewoon. Ja. Het meer is hier links in ieder geval. Denk je dat het hier links is? Ja, ik denk links. Jij? Ik denk het ook. Misschien daar. Is het... Misschien is het daar. Hier? Nee, ik denk daar. Volgens mij is het hier. Ja, dat is het gewoon. Mooi? Heel klein. Ja, dat zei ze toch ook al? Oh mijn god, maar het is echt letterlijk blauw. Ja, dat is precies de 2 dingen die zij zei. Oh ja. Dus ze zei het is zo klein, maar... Wauw. Oh my god. Zo mooi. We zijn ook de enige hier. Ik heb een bond daar. Misschien kunnen we die bij de meer zetten. Oh ja. Oh, dat is goed. Gaat het mogen? Ja, moeten we vragen. Good morning. Het is vrijdagochtend en wij zijn wakker geworden in Frankfurt. Ik weet niet meer wat ik gisteren voor het laatst gefilmd heb, maar we zijn de sneeuw in geweest. Daar zijn nu foto's van op Insta en... We hebben een stukje gereden, een paar uurtjes, 3,5 uur. Heel hard. De Duitse autobaan. Op de oude Duitse autobaan. En nu, kijk. Zitten wij op de 25e verdieping. We slapen in het Jumeirah Hotel in Frankfurt. Dit is een deel van onze kamer. We gaan nu naar het ontbijt. En ik wil even het uitzicht iets beter laten zien. Kijk. Zo mooi. Het is de 25e verdieping zitten we, toch? Ja. Ja. En ik pak even mijn laptop en dan gaan we even lekker ontbijten. En vandaag is de prachtige dag dat wij zullen terugkeren naar baby Olivia. En baby Bibi. Alleen baby Bibi heeft griep. Zo mooi dit. Kijk. Het is wel heel erg opulent, maar... I like opulent. En dit is wat ik aan heb. Levi's broek en een zwart t-shirt. Gucci lovers. Dus casual.
Wij zitten weer in de auto naar Amsterdam. En we gaan nu Bibi ophalen bij haar moeder. Die is nog steeds een beetje ziek. Dan naar huis, onze spullen thuis afdroppen. En dan Olivia eindelijk ophalen. Op de crash. Weet je dat hier een spookhuis is? Waar zijn we nu dan? Het is The Wall in Utrecht langs de A2. Een echt spookhuis, ben neppen. Nee, dat schijnt dus een spookhuis te hebben, maar die schijnt zo verschrikkelijk. Ja. Eng zo eng te zijn dat mensen letterlijk afgevoerd zijn de afgelopen weken. Godver, echt? Ja. Daar hoef ik niet heen. Let's go! Nee. Ja, dat vind ik echt iets voor jou. Omdat je totaal, je kent bijna geen angst. Grappig. Vind je niet grappig? Nee. Dat ken ik wel. Oké, nou. Nog heel even rijden en nog even terug. Get in here, you loser. Ik heb wat voor jullie kinders. Ik moet plassen. Oh, lekker. Ik heb geen sleutel. Nee. Ja. Oh my god. Wij zijn thuis. En we zijn even een beetje aan het opruimen, want het is hier echt een chaos in huis. En er wordt hier gezegd om chips, zie ik. Mag jij ook een chippy, oh? Dat is lekker. Hey guys, good morning. Het is vandaag maandag. En ik heb vandaag met Olivia gezellig een thuisdagje. Olivia was echt te weinig in de vorige vlog. Dus laten we de camera de hele dag op Olivia zetten. Heb je zo'n mooie fiets, Olivia? Een prachtige fiets heb jij. Bye bye. Bye bye. Waar ga je naartoe? Oké. Okay. Buiten. Ga je naar buiten? Ja. Oké. Okay. En ga je dan fietsen? Olivia's mat is echt lang aan het worden. Maar ja. Jongens, herinneren jullie nog wat voor een enorme troep het in onze badkamer was? Hier stonden al mijn beautyproducten, waar ik bijna alles van heb weggedaan, gedoneerd. En ja, het is nu echt een stuk netter hier geworden. Ik ga trouwens, omdat ik de hele dag thuis ben, geen make-up op doen en een masker over mijn gezicht heen doen. En ik ga deze iPad, die heb ik al een keer laten zien, van Derma Filler Home, ga ik nu opdoen. En dat is een... Boom! Ga je nog een keer? Dat is een iPad voor onder je ogen. Met collageen erin. En dat is zeg maar gemaakt van micro-naaltjes. Want ik ben bang voor naalden. Dus ik zou sowieso eigenlijk nooit botox of iets doen. Maar hier ga je er toch wel echt veel beter uitzien. En die plak je onder je ogen. En dan moet je ze eigenlijk een nacht laten zitten. Maar ik ga ze gewoon even een paar uur thuis laten zitten nu. Omdat ik niks ga doen. En mijn lieve vrouw heeft een website die heet Die Mooi Wilt Zijn. Ik zal het hieronder linken. En daar heeft zij deze ook getest en er veel meer over geschreven. Ik merk gewoon echt nu ik ouder word dat dit zeg maar ingevallen begint te raken. Dus je doet ze zo op en dan druk je ze zo aan. En als ik dit doe, dit is echt het enige waar ik echt vind dat je zo'n verschil ziet. Ik kan dus dit echt heel erg aanraden. En het is van Kwanis. Zo ziet het eruit. En het is niet gesponsord. Mochten jullie dat afvragen. Dit is gewoon oprecht. Waar is die ander gebleven? Hi Olivia. Oké, ik heb die ander er ook op gedaan. En dat ga ik nu dus even laten zitten. Olivia heeft overigens ook een nieuwe hobby. Dat is wc-papier. Uitrollen. Heel erg leuk, Olivia. Wauw. Goed zo. Oké, het is even later. Tenminste, het is al best wel vroeg. Alleen het wordt letterlijk gewoon freaking 4 uur donker. En er is een vriendin van Olivia en van mij. Emma en Jo. Dus we gaan nu gezellig even wat eten beneden. En Polly is een beetje moe vandaag. Maar je hebt ook zoveel gespeeld, hè? Oh ja, ik mag geen trappen lopen als ik vlog eigenlijk. Maar goed, we doen heel voorzichtig. Wij zijn lekker chocola aan het eten. Ja, mag papa ook een hap? Papa een hap? Mag een hapje?
Wat doe ik ze? Steek ze hem helemaal naar haar mond. Nee, kijk, ze deed zo. Mag ik een hapje? Nee. Maar waarom mag ik geen hapje? Mag ik een hapje? Mag ik een hap? Jij hebt een danoontje gehad. Jij mag geen chocola. Ja. Nee. Nee, ze heeft het laatste stuk gepakt. Ze gaat huilen, let op. Ze gaat nu huilen. Zo, was lekker. Oh, wat goed dat ze niet huilt. Ze kijkt wel erg verdrietig. Ik hou zoveel van jou. Ze is zo lief, Olly, laatste tijd, hè? Ze houdt zo van knuffelen en kusjes geven. Ik moet deze week weer naar Parijs, jongens. Doei. Oh, blijven we dan lekker hier? Ja, dan hebben jullie date night. Date? Ja, gaan we met Bibi gaan we... Oh nee! Wat is er gebeurd? Papa! Wat is er gebeurd? Wij liggen in bed. Sander is aan het werk in bed. En het is al best wel laat. Morgen ga ik naar Tilburg voor de afspraak voor een nieuw project. Oh, sorry. Ik moet vroeg heen, dus ik breng Olly naar de crash. Wat een zo leuk weekend met Olly. Lang weekend, want vandaag was het maandag. Ik vind het altijd echt jammer als dat voorbij is. Zo gezellig. Maar goed, morgen moet ze naar de crash. Morgenavond ben ik wel thuis. Oh, sorry. Scherp. Dus ik wil bij deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie zondag weer. Bedankt voor het kijken. Ajus!